dag 69 van Apocalyps 90. De eerste schaal wordt uitgegoten over de wereld. Het gaat om een pijnlijk gezwel. Ik denk dat dit, de eerste schaal, dat dat het sacrament is van de ziekenzalving. Is goed om te zien in deze schalen waarin plagen over de wereld worden uitgegoten, dat het lijden van Christus is. En daarmee dus het lijden dat niet over ons zal komen, omdat Christus voor ons geleden heeft. Het is als het ware wat ons lijden zou zijn wanneer Christus niet voor ons geleden zou hebben. Dit is het lijden wat verzacht wordt doordat Christus met ons verbonden is. Of je zou ook kunnen zeggen, dit is hoe de mensheid moet lijden als ze Christus blijft weigeren. En ook de ziekenzalving is er om het lijden te verlichten en om het lijden ook te verenigen met het offer van Christus. De ziekte, de doodstrijd, de agonie, die wordt als het ware opgedragen aan Gods liefde, aan Gods waarheid, samen met het offer van de mensenzoon.